Vandaag werd er in woonzorgcentrum Gokkingaheem in Noordbroek een repaircafé gehouden. Mensen uit Noordbroek konden met hun kapotte apparaten langskomen om deze weer te laten herstellen. Op die manier wordt er duurzaam omgegaan met elektrische apparaten. Ik ben Jans de Vries en ik zit eigenlijk in het bestuur van de dorpszorgcoöperatie. De dorpszorgcoöperatie is eigenlijk iets tussen het Gokkingaheem en het dorp. En daartussen zit eigenlijk de dorpszorgcoöperatie. Heeft veel met vrijwilligers te maken eigenlijk. En een van die dingen die daaruit voortgekomen is, is eigenlijk het repaircafé. Ja. En wat is uiteindelijk het doel van de repaircafé? Nou, eigenlijk is het doel gewoon dat je dingen wilt herbruiken. Gewoon meer duurzaam. En aan de andere kant, wij organiseren het hier en we vinden ook wel leuk dat wat mensen hierin lopen en zien hoe het hier is en dat het wat opener is en dergelijke. Dus dat is wel een beetje het idee er ook achter. En wat voor producten nemen jullie dan onderhand? Ja, eigenlijk wel van alles. We zien wel vaak dat het veel elektrisch is en soms heel simpele dingen en soms... Hele ingewikkelde dingen. En de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Ja. Ik denk dat vooral ook voor die ouderen een praatje wel fijn is. Merk je ook dat die samenhorigheid belangrijk is? Nou, dat willen we eigenlijk nog wel meer. Want wij adverteren ook altijd en dan zeggen van, nou, de koffie is klaar. Anders kom ook gewoon even langs, een praatje is ook goed. En je ziet ook wel eens dat mensen hier uit het thuis gewoon even aanschuiven. En iets hebben of een praatje willen maken. En ook dat is belangrijk, denk ik. Ja. Het is dus vooral ook gericht op een stukje duurzaamheid. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, je zit een beetje in een weggooimaatschappij tegenwoordig. Als een apparaat, een stekkertje kapot is, is eigenlijk zonde dat je het weggooit. Hè. En soms kun je heel simpel iets repareren of een trimmer waar even een nieuw draadje in moet. Het is echt niet ingewikkeld, maar heel veel mensen die weten dat niet meer. Die zijn zo gewend om alles weg te gooien en gewoon dan maar nieuw te kopen. Dus en ik denk dat we die stap sowieso moeten maken. Gewoon de dingen herbruiken en ook als je dingen inzamelt en zo, dat je dat op een goede manier doet. Ja, we zijn dan hier in Noordbroek, maar ik neem aan jullie gaan ook wel naar meerdere locaties. Nee, dit is heel specifiek. Een initiatief vanuit Noordbroek, vanuit de dorpszorgcoöperatie die dit op poten heeft gezet eigenlijk. Dus het is wel een soort bredere organisatie. Hè? Dus informatie en stickers en dergelijke, dat kun je allemaal wel krijgen. Hè? Dat is allemaal wel aanwezig, laat maar zeggen. Maar wij zijn wel heel lokaal hier bezig. Ja. En dan ook echt gericht voor de bewoners van het woonzorgcentrum of ook voor nou, de omgeving? Nou, dat is weinig. Dat is meer Noordbroek en we zien ook wel mensen uit Zuidbroek die hier langskomen. En soms heb je ook heel bijzondere apparaten. We hadden laatst iemand die had een apparaat waar wij überhaupt niet wisten wat het was. Maar dat was voor logopedie om mensen een R te leren zeggen. En die moest je dan onder de kin houden en dan ging dat trillen. En zo leerden kinderen vroeger een R zeggen. Nou, nog nooit gezien. Uiteindelijk heel simpel, een draadje vastgesoldeerd en toen deed hij het weer. En dat zijn leuke dingen natuurlijk om mee te maken. Ja, je ziet van alles voorbij komen natuurlijk. Ja, wat je dus helemaal niet kent. Nee.